Welkom bij een nieuwe aflevering van Compleet Denkers met Samir Fakir, beter bekend als Blixem Bergigo. Voor het beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Op onze website vindt u al onze afleveringen terug. Vanwege de censuur zitten we immers op verschillende kanalen en dit is niet altijd even handig. Dan de inleiding van onze gast van vandaag. Samir is een Belgische rapper van Marokkaanse afkomst en geregeld is hij ook zeer kritisch naar onze overheid, aangezien deze volgens hem niet democratisch is. Ook op sociale media bereikt hij steeds meer mensen met deze kritische blik. Zo waarschuwt hij enerzijds voor de Agenda 2030, die wordt uitgerold, en roept hij tegelijk op om hier samen, allochtonen, autochtonen, moslims, niet-moslims, samen tegen te strijden. Welkom. Samir, Welkom, uh, Steven. blij dat je hier uh, bent. Bedankt. Jij bent nu een jaar of drie, vier bezig met muziek, denk ik. Uh, bijna nu drie jaar, ja. ja. En wat deed je dan vroeger? Uh, ik heb van alles gedaan. Ik was altijd uh, een zakenman geweest, uh, meer in de IMO-sector. Ja. Ik was uh, huisbaas van verschillende panden. Ja. Uh, het is natuurlijk anders uitgedraaid. Maar oh ja, en dan uh, muziek uh, was ook op mijn lijst. Maar uh, dat is eigenlijk ook gekomen omdat ik echt een uitlaatclip nodig had. Ja. En muziek was voor mij uh, min of meer een redding. En ook om boodschappen te geven. Want veel mensen leven niet echt in de realiteit. Ja. En met mijn muziek. Um, probeer ik zo de realiteit mee te geven. Het beste moet natuurlijk komen. Uh, de beste ideeën ja. hou ik achterwege, want je moet nog eerst heel goed bekend worden. Ja. Ik heb op een korte tijd toch uh, 141.000 volgers op mijn uh, YouTube kanaal, Bliksem officieel. Op mijn TikTok kanaal is het meer dan 180.000. Wow. Uh, het is vrij snel aan het gaan. Um, ik wacht op het juiste moment om echt de, de, de beste boodschappen te ja. geven. Want in de muziekwereld, dat is uh, concurrentie. Uh, flows worden gepikt, ideeën worden gepikt. Jij ze nog niet 100% bekend, maar degene die heel bekend zijn, uh, pakken meestal teksten van iemand anders, of flows van iemand anders, of, of een idee van iemand anders. En zo hebben ze altijd terug een, een nieuwe creatie. Ja. Uh, Voor mensen die jou niet, nog niet kennen, uh, no. hoe kan je eigenlijk een beetje beschrijven wat je brengt, want het is toch een, een aparte stijl. Ja. ja, een heel speciale stijl. Uh, ik heb uh, verschillende genres van muziek. Ik, zik, ik zing ook in verschillende talen, dus Nederlands, Frans, uh, Engels, hier en daar. Vooral ook veel in Arabisch, omdat ik ook veel gevolgd word door wereldmarokkanen. Dus van Marokko, Spanje, Frankrijk, uh, Duitsland, overal Nederland. En ik probeer overal de publiek te bereiken. Dat is mijn doel. Dus niet met één soort genre muziek. Uh, mijn rap is ook meer old school uh, van vroeger. Probeer ik te combineren met new school, uh, wat de jeugd tegenwoordig ook beluistert, um, om ze eigenlijk te treffen. Ja. Ik wil de signaal door kunnen geven op een of andere manier. Maar dan moet je je territorium een beetje verbreden. En ja, je moet durven. In verschillende stijlen te kunnen zingen en over alles te kunnen zingen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Want voor sommigen zit je uh, <laughs> belachelijk aan het maken, voor de anderen dan weer niet. Wauw, wat voor muziek is dat? Het is de eerste keer dat ik zoiets hoor. En stilke aan probeer ik, ik van iedereen zo'n een beetje. eens dat ze de smaak te pakken hebben, zijn ze vertrokken. Heb je al optredens kunnen doen? Ik heb verschillende optredens gedaan, maar ook spijtig genoeg heb ik uh, ondervonden dat eigenlijk uh, daar een beetje connecties zijn. Dus een ja. beetje, uh, laten we zeggen, de, de, de maffia. Uh, doe jij wat de regering zegt en jij zingt bijvoorbeeld, moest ik nu, ik, om, om maar een simpel voorbeeld te geven, moest ik nu zingen over dat in dit geval. In deze situatie, dat de priksjes heel goed zijn. En aanmoedigen en dit en geen, zou ik overal nummer 1 gescoord hebben. Daar ben ik 1000 zeker van. Maar zien jij daar tegen, en dat is een tegenwind, dat is kritisch, ja dan word je gechadow bent. Ja. En dat is wat er nu bij mij gebeurt. Want waarom? Ik heb het eerst niet begrepen, maar nu dat ik meer in die elektronische sector zit en naar specialisten luister, hebben ze mij dat uitgelegd. Want alles op YouTube of social media, is algoritme. En alles uh, dat ons op een verkeerde spoor kan brengen, of ons begeleidt naar waar dat de, de regering het wil, hè, dan gaat dat viraal. Het ja. gaat heel snel. Iemand die zijn onderbroek uitdoet en, en zijn dingen laat zien, gaat sneller viraal dan iemand die dan uh, een, een, een rekenkunst doet of, of uh, iets in de kookkunst, whatever. of een heel mooi onderwerp waar je ervan kunt leren. Waarom gaan zo'n video's eigenlijk nooit viraal? Waarom gaan kritische video's nooit viraal? Het is altijd als je tegen hun schenen stemt, dan word je een beetje geshadowband. Je wordt zo'n beetje achterwege gehouden. De mensen zien u precies niet. Ook al ze, als je geabonneerd bent, en zeker met dat rinkeltje, elke keer als er een videofilm. Uitkomt, dan krijg je een melding van: hey, uh, hij heeft een nieuwe liedje of dit of dat, maar meestal komt dat niet aan. Snapte? Dus zo werkt dat. En nu dat ik contact met hun leg, ik zeg: ik heb met een paar video's toch miljoenen views gescoord en ik was volop aan het gaan. Mijn abonnees dat groeit met een dag meer en meer. Hoe komt dat dat ik dan met de laatste muzieken maar 200, 300 views score op, op 141.000 volgers? Dat, dat, dat klopt toch niet hier? Je kunt twee dingen doen. Ofwel betaal je om publiciteit te maken. Dat is wat de meeste platenfirma's doen in je plaats. Maar dan lopen ze met 90% winst van je weg. Ja. Want jij doet alles alleen? Hè? Ik doe alles alleen. Ja. ja ik wil onafhankelijk zijn. Ja. Zeker niet afhankelijk. Want anders had ik over zo'n ding niet kunnen zingen. Ik ga het ze beter over hebben. Ja. Maar die Shadow band, dat is speciaal om je te, te treffen. Dus de mensen zien het niet, dan gaat je niet gemakkelijk bekend geraken. De media spreekt niet over je. Um, ja, dan moet ik andere oplossingen zien, provoceren, creatief zijn. En het is via, via mensen die op den duur dat je groter en groter gaat worden. En dan gaan ze het niet meer kunnen tegenhouden en dan gaan ze met je toch moeten onderhandelen. Gelijk nu, bijvoorbeeld, in de zomer ben ik met verschillende dansmuzieken gegaan naar festivals. Ik heb mijn eigen gepromoot. Ik heb gezegd: luister, ik kan dit en dit en dit zingen. Vonden ze allemaal top. Totdat op een gegeven moment gaan ze naar een lijst waar dat ik zelf niet wist. En daar staan ze op. Hoe dat ik in die lijst terecht ben gekomen, dat werd er goed genoeg, hè Steven. Uh -huh. wij weten dat. Dus ik ben iemand die kritisch is tegen de overheid. Ja, Dus dan ben jij geen goede voorbeeld. En ze hebben ook toegegeven ook aan u. Ene heeft hij mij echt zo op die manier ja. gezegd, maar hij, hij zou wel een plaats willen vinden, maar ik moet iets meer bekender gaan worden. Ja. Meer macht gaan trekken naar mij toe op die manier. Of via een platenmaatschappij, maar de platenmaatschappij gaat u dicteren wat dat je dan wel mocht zeggen en wat dat je niet mocht zeggen, want ja. zij ze hebben zo afspraken met de hogerheid. En dan blijft dat in die klik. Komt je... Terecht bij een platenmaatschappij, is dat contractueel? Natuurlijk lopen ze met de grootste winst. Hè. Dan gaat je bijvoorbeeld bij Phoenix en dan gaat je daar bij die platform je uh, freestyle doen of, of, of begripten om je bekender te maken. Snap je? Dan gaat dat gemakkelijker vanzelf. Maar rechtstreeks contact zonder iemand daartussen: dat is de spijtige wereld. Dat ik heb ondervonden. En ik heb het ook gedaan om te zien hoe zit eigenlijk die smerige wereldje in elkaar Want ik zie heel veel mooie liedjes. Waarom hebben ze daar geen nummer 1 gehaald? Of op de eerste ranglijst. En dan hoorde je van die, sorry dat ik het moet zeggen, van sommige depele muziek, dat je zegt van hé, hey, en dat staat nummer 1. Alleen, dat klopt toch niet. Er, is, er zit geen logica. Maar alles is politieke, vriendjes. Dat is de waarheid. En de meesten denken, zo aan de top te geraken, jongeren, stop met te dromen. Um, zet je een sluimer, um, iemand zonder uh, ruggegraat, en je laat over je stappen, dan kun je misschien de top bereiken. Maar is dat eer? Is dat trots? Ik denk het niet. Ik wil het kunnen bereiken door wat ik wil zeggen, door mijn echte talent... Door wie ik echt ben, is veel mooier. Ja, maar op termijn zou het toch wel moeten lukken, want hè, het is inderdaad zo: ik denk dat ook, dat mensen die kritisch zijn, uh, ergens gecensureerd worden, bent, gecanceld zelf. Maar op termijn gaan toch veel meer mensen begrijpen dat wat die kritische mensen al een hele tijd brengen, helemaal niet zo dom was. En dan gaat het toch waarschijnlijk nog sterker uitkomen. Dat is wat ik ook wou zeggen, want daar wow. heb jij een heel sterke punt in gezegd, want jij begrijpt heel de situatie ook. Dat is wat ze ook beseffen, dat weten ze. Ik ga vroeg of laat, dat is een tikkende bom, echt uh, enorm gaan scoren met mijn liedjes. En het zijn niet één of twee, ik heb daar meer dan 130 liedjes wow. uh, al uh, op mijn Bliksem officieel en Bliksem production. En ik heb nog een album van 50 liedjes, de eerste die, die dat heeft gedaan uh, op Spotify. Uh, album Tornado. Um, het dag dat er één gaat scoren, gaat de rest allemaal naar boven komen en dan zit je ook nog eens uniek, omdat je een allochtoon in België bent en kritisch bent van Marokkaanse afkomst, die dan over zoiets hebt gesproken. Ik zit met verschillende specialisten die dat zo al voor hun zien. Dat is kwestie van tijd. Want Waarom? Publiek wordt groter, fans worden groter, uh, je krijgt veel uh, vraag van verschillende mensen, voor, voor, voor een interview, voor, 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 voor van alles. Maar ik moet hier ook een beetje oppassen met wie dat ik hier in zee ga en wie niet, want dat is een heel smerige wereld, want veel trolls... Uh, natuurlijk, als je een gevaar bent voor sommigen, kunnen ze je gemakkelijk in een uh, hoksje duwen of, of in een putje laten vallen. En voordat je twitst, zeg je een pedofiel of ik ja. weet niet. Ja, helaas, <laughs> of, of een ook, seksuele ja. aanrander. Of, 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 of hoe noemen ze dat? Schrijn, eh, o, seksueel schrijn, overschrijdend gedrag. Ja. Eh, eh, zo, ja. zo van die dingen. Hè. Want ze kunnen gemakkelijk, als de media tegen je nu is. kunnen ze u gemakkelijk een stempel gaan geven. terwijl dat je zo niet bent. Of, of, ja. of, of, of gaat dat maar tegen het publiek zeggen. Want de meesten geloven. Hetgeen dat ze op tv zien, hè? Op tv zien ja. en wat dat ze te lezen krijgen. En dat is waar we eigenlijk met de hele bevolking, en dat is wat ik ook aan mensen vraag: alsjeblieft, wees kritisch. Ja. Ben je altijd al zo kritisch geweest of is dat de laatste jaren gekomen? De laatste jaren meer. Ik was meer ja. iemand die een beetje um, wel echt in democratie geloofde. Ja. Ik dacht: ik ben blij dat mijn vader naar hier is gekomen omdat we uh, gelukkig mogen zijn in België, juist door dit systeem. Omdat we dat in andere landen niet zien. Niet gemakkelijk. gaat niet gemakkelijk uw, uw rechten krijgen. Maar uiteindelijk <laughs> heb ik beseft dat ik uiteindelijk... Of dat wij in een illusie leven. Ja, um, ja daar, 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 daar gaat het om. Uh, sinds wanneer is dat besef er echt gekomen? Wat was bij jou het moment dat je zei van... Miljarden, we leven toch niet in een democratie. Ik heb hier en daar met politiekers gezeten, ik zit ook veel met verschillende mensen uit verschillende rangen, ook in andere landen, en ze vertellen me ook hier en daar dingen die je niet te horen gaat krijgen. En dan begin je na te denken, en dan begin ik vergelijkingen te doen. Ik vind persoonlijk, we mogen hier, we zijn egoïstisch gemaakt, we mogen niet egoïstisch zijn. Het moment dat je egoïstisch begint te denken, wat gebeurt er? Wow, zolang dat, dat bij mij niet gebeurt, dat interesseert me niet. Het is ver van mijn bed, wat er oorlog daar gebeurt, of dit of geen. Maar de dag dat dat bij u gaat gebeuren, sta je machteloos. Sta je met je rug tegen de muur. En dan ga je overal zitten roepen, jij gaat zelfs smeken en ze gaan je uitleggen en je gaat je rechten niet krijgen. Je wordt gewoon gepluimd. En dan ga je pas zeggen: van, Oh, verdikken waarom zien de mensen dat niet? Nee, dat is omdat je ook egoïstisch wordt. En dat is het, tijd, het moment dat we ons kinderen ook logisch leren nadenken, kritisch leren nadenken, alle vragen leren stellen. En het moet kunnen, leren nee zeggen. Dat moeten wij terug meegeven. Het lijkt heel moeilijk, want je zegt het heel goed. Ja. Maar vandaag worden we allemaal gepluimd met torenhoge energieprijzen. En geen kat komt op straat, niemand doet iets. Ja, dat is ook wat ik soms mij afvraag. Wil jullie nog meer? Ja, blijkbaar is dat nodig. Ja. Blijkbaar moet nog ja, zijn. Ik, ik weet niet. De, de wereld werkt omgekeerd. Soms denk ik na vorige keer met Hans Plankaart zijn we naar Brussel gegaan, de laatste. Had ik toch meer volk verwacht, eerlijk gezegd. Ja. Het was niet slecht. Het waren allemaal tof strijders die toch zijn gekomen en hun nek uitsteken. Er zijn echt door zo'n mensen die echt verandering gaan brengen. En dat is ook door niet op te geven. Maar. Dan heb ik zoiets van, wat als wij hadden opgeroepen van, hey kom, die vijfde priksje moet sneller, hè? zesde priksje moet sneller. Hè? Hadden er dan misschien een miljoen mensen daar gestaan? Ja? Dat is de, de omgekeerde wereld. Die energieprijzen moeten nog hoger. Ze moeten nog, nog, on, ons nog beter controleren. Kom, hadden ze dan met miljoenen daar gestaan? Ja? Um, binnenkort ga je alleen wormen op je schotel krijgen. Gaan ze dan met 1 miljoen mensen daar staan? Waarschijnlijk. Ja, ja. Binnenkort gaan we meer pedofielen krijgen. He? En de kinderen gaan meer en, minder, meer en meer genderneutraal worden. Zelfs geen lesbische of homo's of whatever. We gaan genderneutraal promoten. Is dat, is dat een volk die voor zoiets kiest? Daar maak ik mij echt razend op. Ik ben, helemaal, ik ben helemaal akkoord. Het probleem is, het gaat allemaal zo subtiel. Ja, uh, en toch, via maar... de TV, die we, allee, de programma's die we kijken, de video's die we kijken, wordt het voorgesteld alsof het allemaal normaal is. Ik gebruik soms, eh, Steven, een woord dat ik echt niet wil gebruiken. En dat zijn schapen. Echt waar, dat is tegen mijn goesting. Maar ik heb sommige mensen, echt waar, sorry dat ik het moet zeggen, wekker gemaakt door hem juist uit te maken als een schaap. En tussen een hele groep, jij bent een schaap. Waarom zit jij een schaap? Jij volgt als een schaap. Jij denkt niet na. En ik wil het beste voor u. En jij ze u niet aan het uitsteken voor mij, maar ik wel, andersom. Want ik zie dat jij naar de slachtbank gaat. En dan beginnen ze echt na te denken. Het is zo dat ik zoveel mensen heb gekregen dat ze dan uiteindelijk wekker worden. Maar waarom het woord schaap? Alsjeblieft, vierde, als je die nu nog gaat halen. Of vijfde. Als ik tegen u zeg, steven, uw kinderen lopen gevaar. Ook in uw onderbewust gaat je zeggen. Oh, het heeft hier met mijn kinderen te maken. De natuurinstinct komt naar boven. Wat bedoelde dan Samir met, met dat mijn kinderen in gevaar lopen? Ja, als je die laat spuiten krijg je de dan dan dat. Hier zijn de video's, hier zijn de bewijzen, hier zijn dokters. Doe ermee wat je wilt. En waarom wilde je je kind laten inspuiten? Heeft hij dat nodig? Die hebben dat niet nodig. Gebruik je logica. En waarom gaat hij dat toch doen? Geef mij dat een serieus argument. Ja, het probleem is dat antwoorden. ze antwoorden. Dat niet. Ja, nee, maar, maar op, via de media, VRT, VTM, is er twee jaar lang gepusht van. Het is de enige remedie, het is de wetenschap. Als je dat in twijfel trekt, geloof je niet in de wetenschap of ben je tegen de wetenschap. En, en kritische geluiden, ja, er nee, nee. zijn er genoeg, want die werden, we hebben dat net aangehaald met de muziek ook. Hè. Jij hebt wel aangedurfd om kritisch te zijn. Wat is het gevolg? Je wordt gecanceld en gecensureerd. Ja, dus dat is heel veel mensen uit. weten niet dat er kritische artsen zijn. Want elke kritische arts die zijn nek durft uitspreken, werd bijna letterlijk de mond gesnoerd. Dus daar moeten we inderdaad Kijk, naar veel meer mensen spreken. Ik ga het anders zeggen, Steven. Mensen gaan mij waarschijnlijk nu zien. Hè? We zijn zo aan het praten. Mm -hmm. Oké, okay, we gaan een pakken die eigenlijk volledig met het systeem mee is. Als hij nu mij zo hoort praten, en ik vraag eens een klein beetje moeite te doen of iets naar de andere kant te gaan, gaan zien. Nee, dat willen ze niet. Want waarom? Ze willen die hoofd uit het zand niet halen. Het is te chockerend. Het is ook wel chockerend als je ziet de cijfers ja. vandaag en de bijwerkingen. De, al de mensen die plots overlijden. Je wilt, Noem, dan ook, je wilt niet weten dat je misschien ook uh, ziek ja. zou kunnen geworden zijn ja, dat door de krikker. Toch confronteren en het niet erg gaan maken. Of een hele uh, bevolking uh, naar de vaantjes. Ja. Want zij zijn op den duur. Ook uh, ons, ze brengen ons eigenlijk ook in gevaar, want oké, okay, de media zegt, we doen het voor de, de, de ouderen. Ah, dat vinden we mooi. Dat is goed, we doen het voor de ouderen. We gaan ons allemaal laten prikken. Hè? Er is een groot deel die zegt, ik ga mij niet laten prikken, ik heb het niet nodig, ik vind het niet nodig. Dat is toch mijn verantwoordelijkheid en het doet geen enkel verschil. Hm. Met bewijzen, waarom moet ik dan mijn eigen gaan laten inspuiten met iets dat ik niet weet? Ten eerste geen garantie. Ten tweede, ik breng mijn kinderen niet in gevaar. Dat is iemand die verantwoordelijk is. Hm. Um, kun je je voorstellen dat ze 100 jaar ervoor tegen een echte man moesten zeggen van, hé hey, maat een kilometer en half niet voorbij, quarantaine, Avondklok, thuis zitten, virus. Dat had niet gepakt. Dat had niet gepakt. Toen was er nog geen media die zo sterk was als nu, hè? Voilà. Maar wat hebben ze van ons gebakt? Het is van school begonnen al. Ja. Uh, links, rechts, twee centimeter naar voor, twee centimeter naar rechter, vijf meter omhoog. Ja, ik bedoel, wij worden als robots gedingen. En zeker, een hele echte realiteit gaat in een virtuele wereld. En dat is naar waar ze willen gaan. Hey, uh, het wordt tijd dat ik eens ook aan de andere kant hoor dat de mensen meer moeten bewegen. Uh, is echt maximum één uur of twee uur uh, social media per dag. Voor de rest daar stopt het, zodat ze in de realiteit wat verdekken blijven. En niet gaan geloven dat ze ergens, ik weet niet waar, in een dimensionale wereld leven. Maar dat was ons allemaal niet meer aangeleerd. Dat, uh, de, de kleine zaakjes zijn allemaal aan het vertrekken. De ambachtelijke dingen, de kunst, we zijn, is allemaal weg. Want ze willen een monopolie. En een monopolie dat is macht. En als ik morgen of overmorgen moet afhangen van u om een supermarkt binnen te gaan, en dat is wat ik ook de schapen eigenlijk kwalijk neem, hey, ik dreigde in honger te blijven. Hè? Ze dreigden me buiten te laten, ik kon bijna een winkel niet meer, uh, ook voor ons was het chockerend dat ik zeg, alleen die mensen die het deden voor de ouder, waar zijn ze nu voor ons? Wij zijn wel voor u, maar ze willen dat niet zien. Maar oké, okay, laat ons zeggen dat we nog gekker zijn. Wil dat zeggen dat we eigenlijk in een hospitaal moeten gezet worden of zo? Of wat? Nee. Boah, laat dat prikken hè? Dus als ik moet diëten, moet iedereen mee gaan diëten. Dus als de kans groot is dat ik de straat oversteken en dat, dat ik door een auto wordt omvergereden, één op de zoveel, dan mag niemand de straat niet meer oversteken, want dat is geen gevaar. Kom hey, on, alsjeblieft. In wat voor logica leven wij? We? Wat weten wij we over die virus? Wat weten we? En het schandaligste, die mondmaskers, dat is ook zoiets. Dat, be dat bedekt al uw mooie gezicht. Ik, ik versta u al half. Als ik u met die masker al zie, dan weet ik niet wat dat je bedoelt. Heb ik het wel goed gehoord? Er zijn oh. mensen die slecht horen, er zijn mensen die goed horen, maar het bedekt al de helft van uw communicatie, ja? En dan moet ik het nog zien in ziekenhuizen. Wie werkt er in ziekenhuizen? Ja, mensen, dokters, artsen, mensen die gestudeerd hebben, als die nog niet eens weten dat de mondmasker niet werkt, sorry, moet ik je nog dokter noemen? Moet ik nog zeggen dat hij voor mij een operatie gaat doen? Hey, is, die geen, uh, is, die, is die niet aan het vangen? Hey, Maar ik wrijd ik mijn kas op, uh, Steven. Sorry, dat het is stop, wat mij helemaal. kwaad maakt. Ja? Als ze iets 100% uh, het gelijk Stop discussie. Wij hebben het wetenschappelijk bewezen. Er zijn kritische wetenschappers ook. En we zijn tot een compromis gekomen. Alleen degenen die uh, geplaatst zijn, de trollen die daar geplaatst zijn, de spionage die daar geplaatst is, een achterlijke die nog niet een diploma heeft, wordt daar geplaatst. Ik geef maar een voorbeeld. Wat mij altijd nog voor corona bezighield, ik zeg, hoe kunnen ze Magie de Blok... Niet dat ik die wil uitmaken. Als een minister voor de gezondheid gaan maken, moet dat geen voorbeeld zijn? Iemand met een goede lijn, geen buikje, meer sport en aan mensen laten zien: jullie moeten meer bewegen, meer uh, immuunsysteem, meer gezonde dingen gaan eten? Nee. Fastfoodketens, die, die groeien als de paddenstoelen uit de grond. Wat eten wet tussen die, die hamburger daar. Allemaal geen probleem, maar als het dan over onze gezondheid gaat, die sigaretten mogen verkocht blijven worden, drugs wordt overal gecirculeerd, daar kunnen, kunnen ze niet tegen houden, de drugs kunnen ze niet tegen, daar kunnen ze tegen op. Maar de virus corona gaan ze wel de kop in kunnen duiken, met iets dat ze zelf simuleren. En hetgeen dat ze eigenlijk een fout hebben gemaakt met de Spaanse griep, daar hebben ze heel veel bekend ook. Het was de bedoeling van dit of dat. En wij leren niks vanuit de ja, geschiedenis. Dat is een Mexicaanse griep, denk ik. Mexicaanse ja, griep. Ja, ja. Wij leren niks vanuit ja. de geschiedenis. Klopt. Die hebben, hoeveel mensen hebben ze toen gespoten? Hoeveel schadegevallen waren er toen? Ja. Waarom wordt dat in godsnaam nu niet stopgezet vanaf de eerste twee, drie doden? Ja. En het zijn dezelfde, experten van toen. En die die... diezelfde schapen, waarom dat ik het dan schapen noem? Als jullie weten dat gollen. De vijzerbaas zegt dat, dat die uh, uh, niet getest zijn geweest. Ja. Zijn eigenlijk, wat dan een laboratje, wat worden dan uiteindelijk? En dan ga je nog een vierde en een vijfde pakken? Sorry man, die wil ik niet als dokter, die wil ik niet als politieagent voor mij hebben, die wil ik niet als advocaat voor mij hebben, want dat kan ik niet accepteren en dan aanvaarden, iemand die onverantwoord met zoiets kan gaan, is gevaarlijk voor mij. En dat zijn dezelfde mensen als ze zeggen van stek een vinger in je kont, allemaal hetzelfde doen, dan doen ze dat allemaal hetzelfde. Hm. Echt, het is een gevaar. We moeten een beetje logisch leren nadenken. Dit kan niet, dit kan wel. Dit is provocerend, dit is ook begrepen. De kerk in het midden halen. Waarom? Wij leven samen. En daarom zeg ik ook, um, één punt dat ze ook altijd hebben gebruikt tegen heel de, de bevolking... Uh, dat zijn uh, mensen tegen elkaar opzetten. Dus ook migranten naar hier brengen. Dat is doelbewust. Ze zorgen voor oorlogen, ze verkopen wapens, ze plunderen het land leeg met hun rijkdommen. Dus denk niet, België, dat gehollen met alle spaarcentjes of weet ik wat allemaal voor die migranten werkt, want dat is verkeerd. Ze worden geplunderd, er worden wapens verkocht, ze maken massa's geld. En ze halen ze naar hier met één doel. En meestal zijn dat achterlijke mensen, sorry niet, niet van, om, om ze te beledigen, maar ongeschoolde mensen, echt onbeschoofd, zelfs respectvol niet, niet zijn. Waarom? Om racisme te creëren, om, om, om die contact tussen mensen koud te laten, want hij snapt het niet, hij wil zelfs zijn eigen niet gaan integreren, die komt zo van een, een wereld waar dat hem zoveel meegemaakt heeft. Het zijn meestal Mordenaars hebben in oorlog geleefd en dat gaan ze naar hier halen. Dat is juist om de cultuur te breken. En hoe los we op, opvolgen ze? Sowieso die migranten, dat moet stoppen. Uh, naar hier brengen niet dat ik iets tegen heb, Want dat is doelbewust gedaan. Hè? Nou. Uh, waarom halen, halen we ze naar hier? Uh, Verwerkt ver, ver, ver tekort, dat kunnen wij met, met gewoon onze mensen hier opvangen. Met de mensen die hier opgegroeid zijn en hier geboren zijn. Er zijn genoeg. Uh, aan de dop. Maar dat wordt bewust gekregen, want waarom? Uh, die moeten verdeeldheid zaaien, dan gaat op den duur de Belgische cultuur of de Nederlandse cultuur niet meer bestaan. En op het moment dat ze dan van die tafereelen gelijk dit doen, alles duurder maken, nog zwaarder gaan maken, voor de migranten is het nog te doen, want ze komen van nog een ergere situatie. Ze hebben honger moeten lijden. Ga, je het niet aangaan wat te verbindt, dan leggen ze je nog uit. Dus die gaan er niet mee krijgen. De allochtonen die naar hier, allez, hier geboren zijn en hier opgegroeid zijn, die worden, die waren meestal, of worden meestal gediscrimineerd of, of die worden gelinkt aan criminelen omdat ze er echt de pad uh, ontsporen, uh, geen gelijke kansen noem maar op. Dat is niet de wereld wat dat ze verwachten en ze weten dat. Dus die hebben een beetje een haat op het systeem. Ze kennen het systeem wel. Begrepen? En de Belgen zelf, ja, de autochtonen, laat ons zeggen, uh, die krijgen altijd van alles voorgeschoteld, hè, via de media. Uh, moslims, dit, moslims, gevaar, uh, aanslagen, noem maar op. Waar is Al-Qaeda nu? Ja. Waar zijn, ik, ik mis die aanslagen, de, die, daar hoorde niks niet meer van. Ik doel, en Zun volgen de Amerikanen. Zun zijn de schothondjes van de Amerikanen. En hoeveel heeft talent? Of, of andere landen aangevallen Klopt. op 30, 40, 50 jaar. Zijn ze altijd de agressor geweest, zijn ze die altijd uh, de, 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 de landen hun rijkdommen afpakken. En zijn ze die alles dicteren. Gelijk nu op wat recht dat jij pas olie kunt kopen als je dollar hebt. Waarom kan dat geen vrije markt gaan als ze toch voor democratie gaan, onder de mom van democratie, onder de mom van veiligheid? En dan is wat dat ze altijd in hun met de bevolking in hoofd uh, steken en we worden zo eigenlijk uh, gemanipuleerd. Hè. En zelfs tussen de bevolking, onder de autochtonen of onder de moslims of onder de, de migranten, zijn er altijd trots die speciaal opgeleid worden en betaald worden om verdeeldheid te zaaien. Er is altijd die God zeggen van iemand bijvoorbeeld die tegen u zegt: van, Hij is even, uh, die gesten die krijgen toch meer uh, uh, rechten dan wijzen hè. en dit en dat. Dat wordt een cafépraatje vertel dat eens door. Hè? Die zegt dat tegen die en zo gaat dat verder en dat neemt tijd, maar eens dat dat erin zit, ja haal dat maar eruit. Jij moet moeite willen doen. En zo hebben ze ons allemaal onder controle. En waarom nu met die Koran in Nederland? Ik weet niet of je dat hoort hebt. Um... Nee, nog niet. Uh -huh. Piket, of uh, wat noemt dat? Die hebben de Koran verbrand daar. Uh, die, uh... Al tien jaar geleden of zo? Nee, 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 nee nog vrij vri recent. Okay. Uh, Piketia of zo? Of, uh, ik heb ik, 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 ik de naam vergeten. Uh, en wat is er gebeurd dan juist? Uh, ja, de, dat is een groepering. Tegen de islam haat. Okay. Um, en die, hebben, die vinden dat dat moet kunnen. Hè? Vrije meningsuiting, ze mogen doen wat ze willen. En ja. ze vinden dat nodig op deze moment Om de Koran ja. te verbranden. Uh, Iets met Daya of zo, Pika Daya of ik, ik ben de naam vergeten, maar ik heb het even rap gezien. Ik zeg, hè, was dat voor een groepering? Dat is de eerste keer dat ik ervan hoor. Maar waarom? Just deze timing. De periput gaat open. Er zijn al verschillende moslims die oproepen die wekker zijn om samen te werken. Er zijn verschillende, uh, laat ons zeggen, snappies, Wappies, die uh, de compleetinkers die allemaal oproepen van, om samen tegen een gezamenlijke vijand te strijden. En uh, het is door één macht, één drecht te gaan. Uh, Maken, dat we er gaan komen ja. en zeker niet tegen elkaar gaan beginnen. onze geschillen, dat, dat gaan we achterwege halen. Uh, en, en, en wij moeten zien naar wat dat ze eigenlijk met ons van plan zijn. En zeker met die spuitjes, ja, dat mag niet gebeuren. Kom. Een groepering daarop lossen. En ruzie stoken, ja. ah, ze verbranden de Koran en de, de, de moslims moeten weer een haat krijgen op de beste wereld. Ja. En, en zo is smerige En daarmee moeten er genoeg figuren gelijk mij. Als u, als, dan vind ik echt chapeau, ik wil u daar zeker nog ook zelf voor bedenken, want ik heb u ook al een hele tijd zitten volgen. ruggengraat. ik kan alleen maar zeggen, geet mijn respect, maar er moeten er meer gaan komen. Veel meer. Echt veel meer. En daarom is het zo goed dat we hier samen zitten, hè? want ja. we moeten het allemaal samen doen. Samen doen. En dan moeten we een keer nadenken van hoe kunnen we alle gemeenschappen betrekken en hen duidelijk maken dat de vijand nou ja, uh, minder goede bedoelingen heeft dan de meeste mensen. Ik, denken. Weet, zeker, we... Ik weet zeker, als de bevolking opstaat, uh, geen rellen hoeft niet, want uh, we gaan ons mooie land niet naar de, de vaantjes brengen, uh, maar eisen. Dat uh, de kabinet wordt uh, ontslagen en dat er uh, nieuwe regelingen gaan moeten komen, vast op tafel, één vast, dan gaan ze naar ons moeten luisteren. Wel, misschien, hey, net haalde je terecht die uh, betoging aan van Brussel, uh, van, Brusselen, van uh, wanneer was het, uh, twee, drie weken geleden? Day of Justice. Day of 26. Justice. Ja. Juist. Uh, misschien moeten we stoppen met zo braaf op zondag buiten te komen. Ja. Want nu is dat precies. Uh, een betoging gaat enkel en alleen helpen als ze daar met een paar miljoen staan. Dan gaan ze zeggen: van wow, wat ja, een paar is miljoen, paar miljoen een paar is, is, is bijna nooit mogelijk. Hè? Want ja, maar ik wil maar zeggen: ja. heel veel. Maar je moet iets, volgens mij moet je ja. alleen, iets blokkeren. En, en, want we stonden er eigenlijk. In uh, Charlotte, wat zijn ze mee bezig? Hè? Wat is daar aan het gebeuren? Ik weet niet of je dat hoort. de laatste week zijn er nu groeperingen samengekomen en die hebben blokkades opgelegd. Ja. Dat is nu aan de gang. Uh, en, en, in Wallonië, en, en, in Charleroi. Ik reden? heb daar een video van. En, en te, tegenover wie is het dan? Uh, ik, de denk, de regering, uh, of... nee, ik denk tegen de vliegtuigmaatschappijen ja, of juist. wat dan verder. Ja. Ja. Dat was zoiets. Ja. Ja. Uh, dat gaan ze daarmee beginnen ja. en zo verder. Ze gaan de ja. economie stil willen leggen. Want allee, ik heb zelf ook heel veel betogingen mee georganiseerd in de beginperiode. Niet veel. En... En mijn idee in het begin was van, kijk, we gaan dat op een zondag doen, want dan pesten we niemand en niemand heeft daar last van, maar we zijn al twee jaar verder. En, en misschien is het nu wel een keer tijd om, als er iets georganiseerd wordt, ervoor te zorgen dat de politiek het ook voelt. Het is altijd uiteraard zonder geweld, hè, maar... maar het moet als, je, als je nu bijvoorbeeld met 100.000 in de Witstraat daar gaat staan en daar gaat slopen, en we gaan niet meer vertrekken van daar. Gelijk dat ze in Egypte de Arabische ja. Lente hebben gedaan, ja. in uh, Tunesië. Ja. Dan gaat het een groot verschil maken. Ik denk dat we ook naar daar moeten. Dan gaat de ja. leger ja. echt moeten inspringen. En vanaf dan kan de leger zeggen van hey, de bevolking revolteert. We doen niet meer het is, we doen niet meer mee. Ja. Dan krijgen ze macht. En dan moeten ze hun ingrijpen en dan gaan ze moeten doen wat ze moeten doen. Want nu geven we eigenlijk de macht aan die psychopaten. Ja. Aan die crafetmannetjes die eigenlijk, wat doen ze daar? Goed betaald worden om uiteindelijk ons goed te bedriegen en volop... Uh... Sorry voor het woord te naaien, ja. maar uiteindelijk, dat is, ik kan het niet fatsoenlijk uh, spreken. Dat maar is dus zo, en, uh, het jammer is dat, denk ik toch, de meeste politici het zelf niet beseffen. Het zijn maar een handvol politici die... Alles bepalen. Hè. Ik, heb, ik heb overlaatst iets gedaan. Het is dus gewoon om uiteindelijk aan de Belg te laten zien: gebruikt een beetje uw verstand, want uiteindelijk heb je daar recht op. Bel ik naar de Belastingsdienst en zeg ik, zeg, uh, dat was toen een mevrouw. Ik zeg: uh, Ik ben Fakir Samir, ik ben een Belgische burger. En ik vind dat ik recht heb. Om inzage te krijgen wat er met ons belastingsgeld gebeurt. Naar waar, naar hoe, naar wie. Want er zijn zoveel miljarden winsten. Ik zal maar zeggen, als de energiemaatschappij 5 miljard winst kan maken. Dus dat wil zeggen, hoeveel gaat er dan naar de staat? Met een hoge schijf. De helft, laat ons zeggen, moet naar de staat gaan. Dat is de belastingen. Ja, als eenmanszaak voor bedrijven is het, uh, is het iets anders. En is het 30. Uh, ja, en we zeggen, maar nog die zeggen nog 30 ja. procent? We gaan ja. Pak 40% ja. procent voor de zekerheid. Maar dan komt het, sorry, het bijkomende ja. probleem. Hè. Heel grote bedrijven hebben dan speciale afspraken met de overheid. waardoor die eigenlijk amper belastingen betalen. En dat is het, het jammer in, in België. Als kleine werkende zelfstandigen. betalen inderdaad als eenmaandzaak die 50 Maar heel grote bedrijven kunnen dan. Dus ons uiteindelijk voor, 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 voor. Dus op die vijf dus eh, miljard wordt er amper belasting Dus betaald. dan is het aan ons om te zeggen van. Voor wie staan ze daar die cravatmannetjes? No. Voor de bevolking te de bevoordelen of, 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 of de, 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 de firma's rijk maken no. om daar een, een, een steentje bij te krijgen, no. dan vind ik dat niet kunnen. Dus dan zeg ik: jullie werken als een soort um, syndicus. Dus jullie hebben daar een uitgave gedaan, daar een uitgevallen. Ik zal nog het, het anders aanpakken. Al onze belastingsgeld, de wegentaks bijvoorbeeld van elke auto, de cadastrale inkomen van elk huis. Um, elk Belg die zijn taxen gewoon mooi betaalt, hoeveel zijn er er niet? En dan heb je nog eens de producten die verkocht worden en uh, miljarden winsten. Als je maar een deel daarvan pakt, heb je alle problemen opgelost. Als je daar maar een deel van pakt, heb je zo 10, 20 ziekenhuizen bij. Maar dat wordt niet gedaan. Oh. niemand vraagt over wat is er nu over misschien daar is daar een geschommel wie controleert nu eigenlijk de belastingen de Belg heeft het goed precies, die vraagt daar niet naar en door niks te vragen en door mee te gaan wil dat zeggen dat je akkoord bent gegaan oh. want nu dat ik mijn taak heb gedaan elk Belg of Nederlander is geacht zijn wetten te kennen ben ik, ik gaan zoeken ben ik gaan graven en heb ik gezien dat die wet eigenlijk op niets trekt. En heb ik gezien dat ik eigenlijk belazerd ben geweest. En dat dat in, in de realiteit niet wordt toegepast. Dus in godsnaam, met wat zijn, zijn we bezig? En een tweede ding dat ik heb gedaan, is naar de Wegetax gebeld de eerste was om te laten zien hey, elke Belg zou dat eens moeten doen als wij alles transparant moesten hebben dan kunnen wij zien, waar hebben wij nu overschot en waarom moest dit naar dat gaan of waarom dit, we moeten allemaal een verantwoording dan komen we niet in problemen dan is er geen achterstand het is de bevolking die moet beslissen het is wat ik nog altijd niet begrijp laat ons even van al die mensen die gespoten zijn hè? laat ons zeggen dat dat de mensen zijn die eigenlijk de wetenschap volgen en alles. Waarom maken ze geen berekening en zeggen ze bijvoorbeeld, oké, okay, uh, waar gaat ons... Uh, ik, ik ben vergeten wat ik juist wou zeggen. Dat is uh, dus onze belastingsgeld. Dus een inzage van alles gaan krijgen, alles moet transparant. Um, dus dat zijn de juiste mensen die eigenlijk dan, zogezegd, brains hebben. Dan moeten ze toch kunnen zien... ...van... Wat is er nog over? En ook vooral dit: dat, dat, dat wil dat ik zeggen: geen enkel agendapunt is. Um, uh, wij hebben, uh, uh, al, 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 al hetgeen dat er nu aan het gebeuren is, is niet do door de bevolking gekozen. Dus al die agendapunten, dus 20-agenda, uh, uh, cashgeld moet verdwijnen en dat er digitaal munt, is dat de bevolking uh, die daar heeft, uh, iets over heeft gezegd? Well, daar, daar is het probleem volgens mij ook, dat is wat ik net ook zei, van 90% van die politici, want we zijn ten eerste het land met de meeste politici ter wereld, ter wereld eh, per, ja. per capita. We zitten met verschillende parlementen, verschillende regeringen. De meeste politici die daar zitten, die weten van toeten of blazen. He, als je tegen die mensen begint over he, waar je nu over spreekt, die agenda 2030 van het World Economic Forum, als je dat tegen een willekeurig parlementslid over zou beginnen, het antwoord is, ik geloof niet in complotten. Die mensen zijn zelf nee, te lui om gewoon een keer dat boek te lezen dat de Klaus Schwab geschreven heeft in juli 2020, waar heel die agenda wordt uitgelegd. En het probleem is dat het eigenlijk heb je blijkbaar in een land zoals België maar een aantal mensen nodig hebt. Vier, vijf, zes, zeven aan de top, die die agenda rustig kunnen uitrollen en de rest volgt, hè, om jouw terecht woord te gebruiken als schapen. Die ja. mensen in ons parlement, van de verschillende partijen, die krijgen door hoe dat ze moeten stemmen, ja of nee, en die beseffen niet wat er allemaal speelt. Hè, de wappies zeggen al anderhalf jaar: pas op, er komt een energiecrisis aan. Ha, 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 dat was grappig. Die zeggen ook: de volgende crisis is voedsel. Hè, er wordt weer gelachen. Maar je moet geen briljante persoon zelf begrijpen. Dat is allemaal oké. Okay. Als je dat mij een jaar en een half ervoor had gezegd, van al die parlementsleden die niet wakker zijn of het niet beseffen, of, 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 of zou ik kunnen zeggen: Oké, okay, dat is waar. Maar zo'n parlementsleden hebben wij niet nodig. Ik heb parlementsleden nodig die nadenken, die eens horen naar de kritische. dan raak je daar niet. Je moet ja. braaf ja knikken om daar te geraken. Ja, maar je moet een beetje ruggegraat hebben. Onze morele plicht is eigenlijk op te komen voor onrecht. Dat vind ik ook. Uh, eerlijk ja. gezegd, want wij, we, die eer is weggegaan. En uh, zo gaan we allemaal. Dus met andere woorden, zijn we landverraders en helpen we eigenlijk dit land naar de kloten te brengen en, 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 en het, on, het bestaan van België eigenlijk van de kaart weg te halen. Ja. Want op den duur hè, zijn we niet meer soeverein, komen buitenlanden, politieks en uh, multinationals zich bemoeien met, met, met onze programma's. Ja, dat bedoel... is vandaag al zo, hè? Dat is, 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 is vandaag maar al dat zo. dat is daarmee dat geen enkel punt, hetgeen dat ze beloofd hebben, zijn nooit niet uitgekomen. Ook met die emissiezone. Op wat trekt dat nou? Dat is gewoon afpersing. Als jij geen auto nieuwe auto kunt betalen. Ja, moet je je plan trekken? Je auto moet weg. Ik kan gemakkelijk nog 20, 30 jaar mee om. Nee, uh, die groene energie, dat is allemaal zever. Uh, als we dat allemaal nu weten, uh, en, en als wij nu al weten dat die spuiten eigenlijk doden, letterlijk en figuurlijk, als de politie niet ingrijpt, procureurs niet ingrijpen, rechters niet ingrijpen, ja, sorry mensen. Ik, er is maar één. Iemand die moet ingrijpen, en dat is de bevolking. En ik reken niet op degene die al vierde en vijfde spaatje heeft genomen, want die zijn daar, uh, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik moet daar een afscheid van nemen, ik weet niet. Maar de maar percentage is al ik... veel kleiner, hè? Ja. Ik denk dat, dat we nu, uh, de dag we dat we dit opnemen, uh, ja. rond uh, 37, 38 ja. procent zitten. Dus de grote meerderheid heeft wel al geworden. bedankt voor, voor prik 4. En dat is al wel heel. Super, hoopgevend. daar ben ik trots op, die mensen, ja. echt waar. Daarom denk ik ook dat de corona-hysterie is Volgens mij bijna van de baan en dat was gewoon een test, een gehoorzaamheidstest, waar we jammer genoeg enorm hard gebuist zijn hier in België. Serieus? En, en en niet u, alleen en, in België, nee, dat is wereldwijd. wereldwijd ja. Ja. Maar nu komt de, waarschijnlijk de volgende stap ja. en, en we moeten volgens mij genoeg mensen bewust maken van wat er speelt, ja. en dan moeten we inderdaad overgaan tot actie. Het belangrijkste is nu echt van mond tot mond, echt mond ja. tot oor, en dat de buren met elkaar spreken, ook al is het moeilijk, nee, durven uw mening zeggen. Jij ja. mocht zeggen wat je wilt, ja. oké, okay, ik aanvaard dat, maar luister alsjeblieft eens een minuutje naar mij. Wat ja. als ik eens gelijk heb? Wat als je nu je kindje spuit, of, 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 en er gebeurt er iets mee, en ik heb toch gelijk, Had jij met dan... Ik vind dat spijtig, hè. Um, gelijk dat ik van sommige werkers heb gehoord, uh, tijdens de corona waren er heel veel kliklijnen en dit en geen Mensen klikken elkaar, mensen misgunnen elkaar van alles. Mensen vinden dat niet kunnen als een buurman een mooie auto heeft of hij gaat een paar keer op vakantie, dan, moet hij, dan moeten ze dat onderzoeken, van waar haalt hij het geld, wat doet hij allemaal niet en tralali en tralala. Maar doe het juist hetzelfde eens met, met, met de regering, met degene die ons belastingsgeld regeert, want... Hoe meer we overhouden, hoe beter we het kunnen hebben. Hoe meer we overhouden, hoe gemakkelijker en beter infrastructuur we kunnen hebben. Hoe meer ziekenhuizen we, we ook kunnen bouwen. Want de bevolking is ook aan het groeien, hè? op een of andere manier. Maar de laatste jaren, dat is ook een verkeerd beeld dat ze geven dat de bevolking aan het groeien is. Nee, de bevolking is niet aan het groeien. Zeker niet de Belgische bevolking. Ze halen meer en meer migranten van andere landen. Um, ja, en op den duur. Belgen worden minder en minder, meer en meer migranten. Wat gebeurt er gedaan met Belgen? Wat is dat? Zijn dat Afrikanen? Zijn dat Arabieren? Zijn dat uh, uh, West-Europeanen? Ik weet niet of, of Oost-Europeanen. Op de duur weet het niet meer. En uh, niemand komt mee uh, overeen. Taal wordt vervaagd. Meer en meer hoorde je van andere woorden, andere, woorden, andere zinnen circuleren. Ja, ik, ik, ik dan zie je dat toch. Elke nationalist, ik zou het maar erg vinden, uh, ik ben hier al geboren, ik voel mij wel Belg, maar ik, 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 ik zit er echt mee in, als ik het al voel, hm. wat moet dan een echte, pure Belg voelen? Ik, ik, dat vraag ik me echt af. Uh, dat is met lijdende ogen toezien. Hoe ja. is vind... situatie, ik heb je daar zicht op in Marokko? Heb, heb je al een familie wonen? Ja. En was het daar even erg als hier? Of, uh... In Marokko is het ook, uh, ja, als je op het nieuws, de hele dag 24 uur lang, de corona, dit corona, dat handen wassen, tralali, die doen niks anders. Dan is uh, gewoon constant mensen hypnotiseren. Maar het voordeel dat wij in Marokko hebben, is dat de bevolking met elkaar praat. Ze komen buiten, ze komen op straat. En als er een roept van dat er brand is, eerst beschouwen ze hem wel als gek, maar dat er al een paar doden beginnen te vallen. Uh, er was bijna al een opstand. Ik zal maar zeggen, um, sommige securities uh, die eigenlijk mensen de toegang weigerden. als je niet gevaccineerd was of zo, kregen, werden afgerammeld. of, of uh, in hun huizen uh, opgepakt of zo door, door bindes. En dan durft niemand al de security niet meer spelen. Dat zou hier ook eigenlijk moeten gebeuren. Er zijn al een paar parlementsleden uitgeschakeld. Daar wordt er niks over gezegd, omdat de bevolking. Hier zeg ik het, de grote deel van de bevolking is daar ook gespoten geweest. Maar waarom? Door de fucking influencers. Ja. En die dan de koning als voorbeeld pakken. En nee, wij hebben hier een goede koning. En wat echt ook zo is: wij hebben een van de beste koningen. Maar als die door de elite wordt gedreigd. En gelijk dat ze al vijf Afrikaanse leiders hebben ja. uitgeschakeld, kan die niet meer doen dan gewoon luisteren. Ja. Maar ondergronds ook een beetje werken. De koning heeft het genomen. Dat is betrouwbaar. Ja. Dat is veilig. Wat begrijpen ook, anders gebeurt er misschien gelijk met, met is gebeurd, denk ik in Libië. Hè? Als je tegen die elite ingaat, dan word je effectief. En je zegt heel goed hè, die vijf Afrikaanse leiders, ja. onze media spreekt daar niet over. Ja. Maar je had een aantal kritische leiders, zullen ze noemen, die gewoon letterlijk. Ja. Enkele dagen nadien werden vermoord ja. als ze zich verzetten tegen het. Ja, Gaddafi was een van de beste Afrikaanse leiders. Die had het beste voorbeeld in sociale. Um, technologie, dat... economie. Hij uh, bouwde een was eigen koopt. Afrikaanse ja. munt, een ja. eigen was bank. Was Hij was geen, geen heilige het persoon, persoon, maar. Ja. Onze Europese leiders vonden het leuk om hem feestjes te bouwen. En Berlusconi, we kennen ja, de verhalen. Ja. Maar op een bepaald moment werd hij te populair. denk ja. Ik denk dat ook. En een ja. gevaar voor u, dat, ja, dat is macht en dat ja. willen ze niet. Je ja. mag niet machtig worden. Ja. Ze moeten u onder controle houden, daar gaat het om. En maar is het Mar dan beter met spuit 3 en 4 in Marokko? Of? Nee, ik denk dat de meesten al afgehaakt hebben, want de bevolking was al razend. Ja. De, de, de autoritairen hebben het kunnen kalmeren. Die hebben het kunnen kalmeren door te zeggen: Mensen, er zijn altijd een paar percentage die kunnen doodgaan. Ze hebben een andere draai gegeven, want de bevolking was razend. Doordat ze zeiden: wij, Jullie hebben ons ouders eigenlijk vermoord. doodgesmoten, vermoord, ons kinderen. Hetzelfde. Vrouwen beginnen ook te beseffen dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen en heel veel. Uh, en komt het daar in de kranten ook? Of... Sommige kritisch, maar je wordt daarin in het bek gestoken. <laughs> je wordt ja. daar opgepakt als je te veel tegen de regime begint. Ja. Maar dat is wel aan het opkomen in Marokko. Ja. En de ene oog dicht en de andere oog open. Maar er ja. zijn ook veel dokters. Ik heb het ook vers van verschillende mensen gehoord. Die zeggen tegen hem, waar komt je? Ja, kom voor een spuit. En dan zegt hij tegen u, kom, ga terug naar huis. Het ja. is alsof dat je het gekregen hebt, terwijl dat hem die niet gekregen ja. heeft. Ah, en waarom? En dit en geen. Ja, gewoon, het is niet goed. Maar het erover. Ja. En zo hebben de dokters hun aandeel ook ja. de bevolking geholpen. zonder eigenlijk die spuit echt te geven. Hè. Ja. Of ze, ze waarschuwen elkaar. Hè. En zo zijn ze op tijd een beetje wakker geworden. Maar ja, 30, 40, 30%, toch, zeker, 30 is toch gevaccineerd. Hè. In Marokko, Marokko is uh, was uh, eigenlijk uh, vrij weinig als we vergelijken met België toch? Uh, maar voor Marokko: 35, 40 miljoen mensen. Ja. En een grote bevolking ook. Hè. Ja. Uh, maar vooral de oude hebben ze ingespoten. Ja. En er zijn veel doden. Ja. Veel doden aan het vallen. En nu beginnen ze eindelijk de link te leggen. Hier ook. De Marokkanen, ik, ik, ik zweer het, hè, dat is een tikkende bom. Ze hebben het nog niet 100%, 100 door. Enkele, uh, gelijk in Wallonië zijn ze zeker wekker. Uh, Frankrijk, Nederland, de Marokkanen daar, Turken, noem maar op. Maar hier in Vlaanderen, want wij zitten ook met een eerste generatie. Die zijn naar het beloofde land gekomen. Hier hebben ze een bestaan kunnen opbouwen. Hier hebben ze alle rechten gekregen. Ze zijn super blij met België. Dan kun je moeilijk gaan zeggen van België is een dictatuur of België heeft het verkeerd met u voor. Ja, ja. Hey, jij krijgt hier kindergeld, je krijgt hier dit, je krijgt hier dat. En je gaat mij zeggen dat. Gaat eens naar Marokko zeggen ze tegen u of, of gaat daar eens in. Ja, Dat was het moeilijkste. Om die oude generatie echt te doen beseffen dat ze het verkeerd met jullie voor hebben. Ja stik dat maar in hun hoofd, dan dan zit je helemaal de gekke. Ja. Maar nu beginnen ze te beseffen dat ze uiteindelijk al die politiek hebben gedaan ons eigenlijk in het slaap <laughs> gewicht om de fatale de genade slag toe te dienen. Hè. Ja. Daar draait het te hè. Want dan moeten we eigenlijk manieren zoeken om allemaal samen ja. op straat te komen, denk ik. Uh, en in de wedstrijd gewoon. Je hebt goed gezegd hè. in de wedstrijd en dan blijven staan. Ja, dus tot mensen het als jullie mij horen. Um, er wordt tijd dat wij eens een beetje echt in actie gaan, vreedzaam. Ik hoop nooit tot haat of ja. dit of dat, want daar gaan we niks mee helpen. Tot. We willen het leger achter ons krijgen. We willen die hardwerkende politieagenten ag uh, uh, achter ons hebben. Uh, ik weet dat ze hun best doen. En ze hebben het ook niet moeilijk, uh, gemakkelijk. Um, ik ken er persoonlijk ook veel in de familie, vriendenkring. Uh, het zijn allemaal toffe gasten. Maar ja, ze zitten ook een beetje klem. Maar uh, het is ook op hun dat we een beetje vertrouwen. Het zijn ze die als eerste moeten zeggen: van, En ik vind dat ook spijtig. Uh, ik wil ook aan die politieagenten zeggen of aan de soldaten, uh, liefst ook. Wat is er met uh, Jurgen, Koning Jurgen, gebeurd? Met Jannik. Ik bedoel, we mogen die mensen niet vergeten. Zeggen. Het zijn toffe mensen uh, geweest. En uiteindelijk zijn ze in mijn ogen toch. Ja, bij Jurgen weten we het niet zeker ja. uh, ik, allee, ik weet er ook te weinig niet van ik heb ook al van alles gehoord maar bij Janik is er inderdaad geen twijfel mogelijk is geen twijfel, uh, die is in koele bloede vermoord in zijn eigen woning ze ja. hadden die gewoon kunnen verhoren of, of ja. roepen naar de dingen of, of een brief sturen ja. maar ik ben zeker dat ze dat bij die, uh, Jurgen Koning ook hebben gedaan want er komt geen verklaring, Er komt nie, geen klaarheid. Niemand vraagt dat. Ja, we wilden. Dan gaan ze gewoon door met hun praktijken. Hè. Als de bevolking nu zegt: hé, hey, uh, wij willen echt het detail weten. Precies. En wat er met hem is gebeurd, kan morgen ook met ons gebeuren. Uh, ze zijn hier ons de mond dicht aan het snoeren. Hé, hey, dat kan niet. Ik leef in een democratische land. Tenzij dat je zegt: nee, ik volg mee. Ik kan er toch niks aan doen. Oké. Okay. Uh, maar vergeet niet dat je dan nog erger dan Afghanistan. Uh, gaat belanden of, of, of Iran of noem maar op. Het gaat allemaal heel traag, hè? want de pers hebben we ook weer al niet gehoord: hè? Uh, omdat het natuurlijk een kritisch persoon was. En met kritische personen kunnen ze in België blijkbaar doen wat ze willen, want niemand reageert. Inderdaad, uh, en de grootste medeplichtige dat zijn de media's ook. Um, natuurlijk hoorden de laatste tijd heel veel plotse doden. Hè? Plots, 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 plots. En ineens weten ze niet van waar het komt. Daarvoor moesten wij allemaal getest worden. Altijd uh, met die PCR-test gaan uh, bewijzen dat je negatief bent en dit en dat. En dan vielen toen niet zoveel doden. Nu dat dit allemaal niet nodig is. Vallen er constant doden? Ja, elke dag is het. De... Elke, elke dag. dag ja. En je moet weten, Steven, ja. ik heb ook via, via sommige bronnen gehoord, ik kan het niet bevestigen, maar per duizenden, op zoveelste honderden doden, gaan ze één publiceren. Ja. En er zijn al heel veel lijkzakken besteld, op voorhand, miljoenen. Wat zijn ze allemaal van plan? Ja. En dat is allemaal met voorbedachte raden. Dus ik zeg aan de bevolking, luister goed naar deze bliksem. Ik ben bliksem, ik ben niet zomaar bliksem genoemd. Um, Berjigo is de Belg, voor degene die het nog niet weten, de Belg, want ik ben een rare kwiet ook in Marokko. Um, als je al weet dat ze verder gaan mispuiten, en er zijn al verschillende bijwerkingen, verschillende doden, als je nu al weet dat er veel plotse doden gebeuren, door te zwijgen zijn jullie medeplichtig. Door te zwijgen hebben jullie het zelf in de hand gewerkt en komt niet achteraf buiten. Dat is het enige dat ik jullie kan zeggen. Of we gaan ons mobiliseren, en dan heb ik het echt over alle religies, moslims, joden, uh, niet-moslims, uh, Belgen, Afrikanen, Europeanen, uh, Oostblokkers. We moeten hand in hand samen. Want het is samen dat we iets kunnen regelen. Je gaat daar niet alleen... Ik vind dat een heel goede boodschap. Hè. Enerzijds zeg je, en dat is heel terecht, mensen moeten eindelijk beginnen te spreken. Ja. Want er te veel mensen nee, er zijn veel meer mensen die zoals ons ja. denken, maar ja. hun mond niet durven opentrekken. Voilà. En als dat niet lukt, denk ik dat je uw, uw, uw boodschap heel juist is: hè. we moeten allemaal hand in hand samen aan deze ja, elite, die onze bepaalde richting uitduwt. Nog, nog erger, het is vooral om ons om elkaar te gaan beschermen. Ook, ja. Hoe sterker dat we staan samen, hoe meer we elkaar gaan beschermen, ja. hoe meer we verdeeld zijn, hoe gemakkelijke prooien wij zijn voor, voor, voor die gekken. Klopt, ja. helemaal. Ja. Ja, maar uh, ik denk dat daarom dit gesprek wel, wel goed was. Uh, zeker. We moeten daar zeker voor we bedenken. Moeten, we moeten nog meer met elkaar praten, zeker. zien dat er eenheid is. Uh, want mijn, in mijn ogen uh, gaat. Het gaat niet heel lang meer duren voordat echt iedereen beseft dat die prikken een grote vergissing Daar waren. Daar zijn we al blij mee. Maar uh, ik vrees dat het maar de eerste stap was in een agenda die verder wordt uitgerold. Dus we moeten goed uitkijken wat er nog allemaal op ons afkomt. En altijd snel reageren op dwaze zaken die gaan geïmplementeerd worden. En allemaal samen en met één stem. Dus ik, ik heb ook nog eens een boodschap van. Um, het moment dat we wisten dat je niet meer dan 3.000 euro op zakken mocht hebben, hadden we daar moeten revolteren. Want ik vind het persoonlijk, als ik nu eens met 10.000 euro Tuurlijk. op straat wil gaan, dat is toch mijn probleem, dat is toch mijn geld, ik heb daar belastinggeld op betaald. Nee, dat mag niet. 3.000 euro, want nee, steek die maar in de bank, want bij de bank is, zijn ze veilig. Maar de bank, die gaat ermee wel Russisch roulette spelen. Die investeren in van alles en weet ik wat allemaal. Op het moment dat je dan, laat ons zeggen, zes of 7000 euro vraagt, nog niet lang geleden had ik dat gedaan, dan zeggen ze van, hey, voor welke heb je dat nodig? Uh, ze moeten een verantwoording hebben van u. Dus uiteindelijk, van wie is dat geld? Is dat mijn geld? Ja. Of heb ik mijn geld daar gestationeerd? Nou, en daar komen we volgens mij bij de kern van het probleem. Alles wat er nu wordt uitgerold, is omdat er een financiële reset nodig is... En ze willen cashgeld eruit, want cashgeld we is vrijheid. En als die digitale munt erdoor komt, ja. dan kan de overheid op één knop drukken dan en dan het. verdwijnt al je geld. En daarom moeten we daar inderdaad voor dus blijven. Mijn vraag, blijven en mijn vraag naar de bevolking is: willen jullie dat? Denken jullie echt dat jullie er beter vanaf gaan komen? Ieder, iedereen betaalt graag gemakkelijk en je hoeft niks ja. mee te nemen. Maar ze zijn ons lamzakken aan het maken. Ik bedoel, en zonder dat je bef, beseft. Uh, word jij te zwakke scha schakel, Je geeft ze nog meer macht. Ja. En de dag dat je één brief niet in orde hebt, een priksje niet bent gaan halen, of niet genoeg wormen hebt gegeten, bij wijze van spreken, dan krijg je je geld niet. Ja, klopt, Wat ga je ja, dan tegen doen? Met wie ga je praten? Want bureaus verdwijnen, sociaal contact verdwijnt, potverdikken zelfs een... een... Uh, hoe noem je dat? En, uh, met de politie... Uh, uh, een klacht gaan indienen, moet dat al met mijn, mijn, mijn afspraak gaan doen, terwijl ja. dat er iedereen al half dood ligt. Ik bedoel, ja. uh, Patrick, dan, wat, wat is dat nou voor manier? Ik heb zoiets van, sociaal contact zijn ze echt meer en meer aan het kapotmaken. Gezinnen zijn ze aan het ontwrichten. Uh, minder en minder kinderen op de markt. Uh, dat is toch logisch, naar ja. waar dat ze gaan. Zeker. De laatste jaren zijn er meer... Ik heb zeker niks tegen homo's of lesbienen of, of transseksuelen, nog maar op. Maar hoe zijn ze ontstaan ook op een of andere manier? Kan dat echt niks te maken hebben met de spuitjes die de voorouders hebben gekregen? En dit en geen steken daar niet. Niet iets zien dat de natuur eigenlijk verandert. Niet dat die nooit. Haven bestaan of zo. Er zijn altijd wel. Sure. Maar de laatste jaren, als je echt. Als je, ik zit echt met, met sommige mensen. Dat is echt een explosie. Niet normaal. Er moet toch iets abnormaals zijn daar. Ik weet niet. De, de, ja. We moeten dat gaan onderzoeken. En ik weet zeker. Als wij alles gaan onderzoeken. En op alles kritisch gaan zijn. En op alles niks gaan wantrouwen. Ik denk dat dat de shock van ons leven gaat zijn. Ja. Echt waar. En ook met kinderen die jaarlijks verdwijnen. Toeslag en affaire. Wat is daarmee gedaan? Waarom gaat de bevolking nog niet eens op tafel kloppen en zeggen: eerst dit oplossen en dan gaan we verder zien. Jullie zijn niet meer te vertrouwen. Jullie moeten per direct uitgeschakeld worden, aftrappen. Zo'n mensen kunnen wij niet laten regeren. Toch wordt er gezwegen. Militairen kunnen niet ingrijpen. Wij geven ze. Wij zijn zogezegd akkoord door te zwijgen. Wij geven ze de vrije toegang. Ja, wat wil de dus Steven alsjeblieft? En als ik dan met iemand daar serieus een gesprek mee heb, dan word ik uh, de gek. En op den duur word ik de gek. Hè? Ja. Als je niet oppast, veel mensen zijn zo sensibel op den duur dat ze het niet meer zien zitten. En ik heb ja. echt veel van onze strijders moeten kalmeren en zeggen: Kom, geef de strijd niet op. Niet geen... die het niet meer zien zitten, die draait nou, door. Het is, het is een, een, een marathon en geen sprint. Ja, en het nee, zal, deze ik, nog, nog, lang, nog lang duren. Wij zien af. Daarom is het belangrijk. Om te blijven praten, genoeg mensen bewust te maken. Want we gaan pas, volgens mij, voor een verandering kunnen zorgen. als een bepaald percentage bereikt is. En inderdaad, je zegt goed, we moeten het allemaal samen doen. Kijk, allemaal de meeste zijn samen. meevolgers. Ja. Als we één frontal met de wekkeren al maken. en gedaan met kritisch tegenover elkaar te zijn. en control-oppositionen, die, die trots zijn daar gewoon om verdeeldheid te zaaien. Als wij met de hoeveelheid we nu zijn, Frankrijk. Um, Nederland, België, als wij al samen één front vormen en wij creëren al een idee en wij zeggen bijvoorbeeld we gaan samen al niet, dit niet meer betalen. Zo wat, ik me niet wat er gebeurt. Ze pakken toch alles. Ik wil zo verder niet meer leven, eerlijk gezegd. Wat gaan ze hun huis afpakken? Die gaan dat doen. Daar spreken ze over. Niemand mag nog iets bezitten. You, uh, you will be happy. And you will yeah. have en Is dat uh, is, is mooi? Hein? Is dat mooi te zien? Wil je ja. daarvoor gaan? Ah, well, ja. Misschien moeten wij dat oproepen staan ze misschien met miljoenen. Ja. Ja, het probleem is dat de mensen het nog niet, niet begrijpen. Hè. Ze denken dat dat een dwaze complottheorie is, dat nooit zal gerealiseerd worden. Maar het gaat allemaal in stapjes. Ik zou, wat... ik, zou, ik zou het volgende zeggen, hè, Steven. Zo'n gesprekken, mm -hmm. persoonlijk rechtstreeks, die moeten echt. Je zou eigenlijk aan de mensen donaties moeten vragen bij wensen en spreken op een of andere manier om echt de belangrijkste boodschappen rond te laten gaan en dat is door publiciteit. Ja, maar ik denk dat dat, dat belangrijk is. Dat ja. dat mensen echt komt. Eigenlijk moet iedereen dat doen. Hè? Jij ja. doet dat op ja. jouw manier iedereen. heel goed. Jij bereikt ja. veel mensen. Ja. Wij ja. met Compleet Denkers proberen dat ook. Maar, maar eigenlijk is iedereen keer gedraagd. Hè? Ja, maar iedereen die kijkt en of ja. luistert zou hetzelfde moeten doen. Want we kunnen pas volgens mij verandering teweeg brengen als genoeg mensen zich bewust zijn, wat er momenteel speelt. Meer. En pas dan kunnen we, denk ik, samen naar de wedstrijd gaan en daar blijven staan. Tot als die mensen met minder goede intenties. Want wij hebben alles verdwijnen. geprobeerd en nou, het lukt maar nou, niet. Dan is maar die en we als... moeten, denk ik, stoppen met op zondag braaf te gaan betogen. Ik, ga ik was er de laatste keer niet bij door. Ik, was, nee, ik, ik was moe, ik was, ik was niet, zo, niet zo goed, want ik doe dat al twee jaar en een half. Veel mensen vergeten dat soms, maar de eerste, eerste jaar heb ik bijna alle betoging mee georganiseerd. Maar de tweede reden is ook, ik denk dat het gewoon geen zin meer heeft om daar braaf te gaan staan op zondag. De volgende keer moeten we naar de ja. wedstrijd of naar een andere plaats gaan. Of Onverwacht, wat... hè? Want Allee, of wat wat was we, nu? Moeten, we moeten het ook wel aankondigen. Of gelijk gezegd, dat is een ander idee, uh, gewoon stoppen met een bepaald iets. Te betalen dan, dan, dan komen ze ook in de problemen. Maar er moet wel iets gebeuren. Maar voordat er iets kan gebeuren, denk ik, moeten genoeg mensen bewust zijn van wat er speelt. Ja, want van onze leiders moeten we het niet hebben. Zeker. Uh, die gaan niks moven, die gaan niks doen. Die, worden. Uh, ze horen ons niet. Uh, en ik denk gelijk dat je zegt, iedereen doet dat op zijn manier. Kiewek, ik sta al echt bijna drie jaar dag in dat gaat mijn nek uitstekend. Ik ben er al twee keer gedraagd geweest, omdat ik zo gezegd de moslimgemeenschap aan het ophitsen ben. Ik zeg, en wie heeft uh, dan u iets gestuurd? Ja, ja. Ik kan het uh, okay, ja. Ja. privé laten, maar ja. ik mocht daar niet over dingen. Maar ik heb ja. gezegd als jullie me blijven zoeken, als ik iets heb gedaan, pakken jullie me op en ik ben in. Direct op de commissariaat. Maar zo op straat een badje laten zien of dit of chemie, dat jullie zijn, dat interesseert me niet. Ja. En ik doe nog altijd hetgeen dat ik wil doen. Dat is mijn vrije meningsuiting. Tuurlijk. Als jullie dat mij aandoen, dan word ik een martelaar. Ja. Dat interesseert me niet. Steek mij in mijn ja. bek, dan ga ik nog radicaler worden. Ja. En meer bekend worden ook. En nog erger zal ik tegen de bevolking zeggen: moest ik gespoten worden en ik zou te weten gekomen zijn dat ik eigenlijk, dat ze, de bedoeling hadden om mij te vermoorden, want zo moet ik het zien: hè? poging tot dood, en ik heb iets in mijn lichaam dat niet klopt. Geloof mij, ik ga hem niet meer rusten. Ja. Ik moet de mensen die moeten gestraft worden, die ons hebben aangemoedigd. Die uh, ons uh, hebben gezegd dat het veilig is. En dat is de regering. <laughs> en ja. dan nog zonder eh, ja. garantie. Dus de, je gaat ook een auto ja. niet kopen zonder garantie. En toch gaan mensen toch die priksje pakken. Voor ja. welk, dat snap ik ook ja. niet. Maar oké, okay, het is wat het is. Mensen zijn uit goede trouw, omdat dat brave burgers zijn. En beter burgers kan een land zich niet veroorloven. Maar dat hebben ze misbruikt. En dat vind ja. ik schandalig. Maar ik denk dat die fase nog wel gaat komen. Ja, moet um, dat. Want... Ja. Wij moeten ons niet ongerust maken, want net als jij heb ik die prikken ook niet genomen. Ja. Maar als je die wel genomen hebt, en binnen x aantal weken, maanden, hopelijk geen jaren, gaan die beseffen dat ze allemaal belazerd geweest zijn. En, uh... en nog iets, hoe sneller dat ze weten ja. wat dat er aan de gang is, ja. hoe sneller dat ze er iets aan kunnen doen. Klopt. Door te detoxineren, whatever, ja. zoek, er zijn verschillende instanties. Klopt. Door niks te doen, ja, maar dat maakt het nog erger, erger. voor je eigen. Dus alsjeblieft, aan alle bevolking samenstrijden. Ik weet dat bij de moslimgemeenschap dat dat een tikkende bom is, want ze hebben hun ouders. Verloren soms. Ja, ja, en ze zijn heel veel achteruit gegaan. En als ze nu beginnen ze te beseffen dat ze eigenlijk met bewuste daden iets hebben gedaan, ja, ik weet niet. Hè. Er zijn al hier en daar sommige mensen die echt roepen tot de heilige dingen. Dat ze eigenlijk dat de Satan uiteindelijk gewoon. Dat zijn smerige praktijken. Kinderen, kinderen spuiten. Weet je wat dat is? Er ja. zijn heel veel ouders die hun kinderen hebben laten spuiten omdat ze naar Marokko wouden gaan of naar Turkije of dit hetgeen. Ook omdat ze zeiden dat de kinderen moesten geprikt worden. Ja, nu dat je beseft dat ze eigenlijk ons allemaal in de maling hebben genomen en ja. dat je eigenlijk een potentiële gevaar bent om dood te gaan binnen de kortste keren. Explosie van kankers, dat zit er nu al. Ja, die kunnen het niet meer bijhouden. Plotse doden allemaal. Mensen die onwel worden en die uh, eigenlijk ja, automobilisten die uh, uh, accidenten veroorzaken. Hè? Door, door iemand die onwel is geworden, gaat jij uitwijken, en gaat jij misschien dood, ja. doordat jij uitgeweken bent. En, en voilà, camionchauffeurs, die gewoon een hartstilstand krijgen, doodvallen en hele file doorrammen, dat is toch niet meer normaal. Privéjets die gewoon neerstorten. Ik bedoel, dat is allemaal nu aan het gebeuren. Het gebeurt, ja, en veel auto's die gewoon in de kanaal belanden. Ja. Op een korte tijd in heel Europa, als je die cijfers gaat vragen, dan is er toch uh, over heel de wereld, ons Maar ik denk dat we moeten meewerken aan dat bewustzijn. En ja. ook, want heel belangrijk, ik vrees ook dat ze dat wel voorzien hebben, dat er reactie gaat komen. En dan is het wel een kunst om het proberen te doen zonder geweld. Ja. Want als er geweld gebruikt gaat worden, dan hebben ze weer een reden om nog hardere. Met, met hardere maatregelen te komen en, en het leger en in te ik zetten. Ik denk steven dat, dat ze daarop wachten en ik uh, hoop ja. dat ze die kans niet gaan krijgen. We mogen dat zeker niet nee, gaan Daar moeten ze groot en vreedzaam zijn. Ja, voilà, ja. en door gewoon niet meer meewerken, ja. dat zal één. Ja. Niet meer betalen, dat zal twee. Op ja. de witstraat gaan slapen, daar met mijn tintje, met plezier. Ja. Als we met honderdduizenden mensen daar gaan staan, ongewapend. Ja, voilà. Dan stopt het, dan moet het leger ingrijpen en zeggen van: hé, hey, uh, al die shawlers, minstens uh, levenslang. Ja. Wij eisen levenslang voor al die hypocrieten, al die dokters die meegewerkt hebben en geld hebben ontvangen. Nu hoor ik van sommige mensen zeggen: kan dat geen natuurlijke dood zijn en dit het en hetgeen en tralali, tralala. Dan heb ik zoiets van: waarom hebben ze dat toen niet gezegd? Toen ze alles als covid-doden beschouwen: zelfmoord, covid-dood. Van het derde balkon gesprongen, covid dood. Accident, covid dood. Toilet uh, neergestort. ja, door. Hey. Alles was covid dood. Om premies te krijgen. Klopt. En nu dat er te veel constante plotse doden gebeuren. Dat is een shock. Ik weet het. Maar wij zijn daarvoor op, voor voorbereid, op voorbereid. Nu kan dat misschien een natuurlijke dood zijn. Hey, het begint daar niet mee. Hè. Ja. Als wij heel het lichaam ateen, bij wijze van spreken, we gaan ader per ader zoeken en we gaan zien waar is die spuit naartoe gegaan, dan gaan we. Maar dat mocht niet, hè. dat mag niet, hè. autopsie mag niet gebeuren. Uh, dus aan de hand van wat testen ze dan? Als de dokter tegen u zegt, ja, uh, hartstilstand, uh, ja, die had al problemen met zijn hart of dit of dat, waarom zeggen ze niet, nee, 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 het is de spuit, het kan de spuit zijn? Ja. Voor alles hebben ze een antwoord, maar voor dat. Dan werd het toch genoeg? Dat is waar, maar ook daar denk ik dat we een beetje geduld moeten hebben. En, en dat dan iedereen het wel zal zien. En dan moeten we gewoon kijken van hoe kunnen we op een intelligente manier samen actie ondernemen. Om, wat is het goede om die mensen te straffen? Uh, die mensen, ik ben van dezelfde mening hoor, die ik mensen zou, moeten zeggen, gestraft worden. Al diegenen die in de lijst staan, multinationals, Close Swap, uh, World Economic Forum, uh, banden stilleggen, stoppen. Al diegenen die door hun zijn gekomen, door hun gesubsidieerd zijn, door hun gefinancierd, stoppen. Al diegenen die een verantwoordelijke taak hebben. Al hun bankrekeningen bevriezen. Dat zou ik doen. Als ze mij morgen de macht geven, dan zou ik, ik zou perfect weten wie dat ik eerst aan aanpakken. Echt waar. En ik nou, vind dat spuitig. Dat is wel, de bankrekening bevriezen, dan doen we eigenlijk hetzelfde als zij willen doen. Ik denk ja. gewoon dat er moet onderzocht worden wie, of wie, wie wat wist. En, en die hebben allemaal aandelen. En, en, en dan moeten de verantwoordelijken... In ons land is dat duidelijk. Hè. Dat is, je hebt de premier, de minister van Volksgezondheid. De minister van Binnenlandse Zaken hebben duidelijk boter op het hoofd. En, en voor mij. En Mark van Uiteraard ook. Hij heeft ook ja. constant ja. zitten promoten: van een Priksjes zijn ja. goed, prikskes dit en dit. Terwijl hij er heel dat, veel geld aan verdiend heeft. Hè. Die heeft heel veel geld aan verdiend. En dat is ook, ik heb een paar video's van hem gezien als een supergoeie manipulator. Ja. Bedrieger, noem maar op. En. En ik heb hem nooit horen zeggen. Iets over immuunsysteem, daar heeft dus hij het nooit niet over. Dus hij promoot hetgeen waar hij geld ja. voor krijgt. Ja. Die moet als eerste ook in een bak gestoken worden. Want een, een, een echt dokter is dat ook niet. Dat is geen geneesheer, noem maar op. En dat plaatste zo daar... Ik bedoel, pff, het is genoeg geweest, uh, Steven, echt waar. Ik kan mijn kast op opvrijden, serieus. Nee, ik heb het gevoel dat... Ik, uh, ik ben op, soms. Maar eigenlijk moeten we wel, denk ik, hè, om dan toch een beetje op een positieve noot te eindigen, ja. ergens tevreden zijn als steeds meer mensen het, het zien... Want jij bent ook al van bijna dag 1, denk ik, je daarvoor ja. aan het inzetten. Helemaal in het begin dacht iedereen van, wat zeg je nu? Ja. Maar als je dan kijkt naar het begin dit jaar, op 23 januari, stonden in Brussel met 3, 4, 500.000 mensen. De groep kritische mensen is al gigantisch groot. Nu komt er gewoon op aan om samen groter. Om samen een intelligente actie op te zetten. om deze waanzin ergens in de nabije toekomst, Hopelijk toch helemaal te stoppen. En ik vind ook, want dat zegt heel goed. Dat we moeten eisen dat die verantwoordelijken gestraft worden. Want die moeten voor mij ook effectief een tijd doorbrengen in de gevangenis. Inderdaad. Zodat dat nooit meer kan gebeuren. Laat ons met jouw kennis, met mijn kennis, met, 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 omdat je sowieso al jou met, met jouw podcast bezig bent. En ik vind dat ook uh, top van u, uh, Steven. Dat we ons gaan groeperen. Uh, met, met alle gelijkgestemden, met alle strijders, alle wakkeren, één front gaan vormen en daar nieuwe ideeën proberen maken. Mijn liedje bijvoorbeeld, uh, dat we uh, op de markt kunnen brengen, Goed. samen zijn, um, samen sterk bijvoorbeeld, ik weet niet, ik geef maar een idee, of, of creatief zijn, gelijk naar de wedstrijd gaan, uh, uh, iets organiseren in ieder geval Goed. om een halte te roepen, want we kunnen niet gelijk, jij ook zegt elke zondag, oké, je mocht van dat uur tot dat uur, eh, van daar tot daar lopen, oké, jullie hebben moeten uitblazen, Stom maar, oké, ga terug naar huis. En er gebeurt niks, nee, sorry. Klopt. Dat kan zo niet verder blijven. Nee, Samir, maar ik vind dat een, een heel juiste oproep, en we gaan daar uh, zelfs in de volgende dagen en, en weken verder over, over nadenken, want uh, die verbinding is heel belangrijk. Ik ben ook heel blij dat we dit gesprek hebben gehad, want het is Zeker. eigenlijk mooi om, om te horen uh, dat we... Uh, op op, op, op zo'n alle punten denk ik wel uh, hetzelfde denken en, en, en voelen. En ik ben vooral heel blij dat we eigenlijk gewoon tonen door hier samen te praten. Ja. Dat, allee, het nadeel is, uh, de... uh, jij bent een gevaar, denk ik, ja. voor, voor, uh, voor de politiek. Ik kan me wel inbeelden, omdat de mensen die kritisch zijn, die worden extreem rechts genoemd. Terwijl ja. daar. Amper, misschien zijn er wel wat extreemrechtse mensen, maar die kritische groepering, de wakkere mensen, zijn totaal niet... Voor ene keer gaan de niet... Belgen dat niet geloven, nee, dat maar... ik extreem ja, Nee, maar de, de, de kritische groep hè, is totaal niet extreemrechts. En daar ja, is het heel, heel mooi... Dat zijn uh, prachtmensen, echt waar. Dat jij hier ook bent en dat jij hetzelfde zegt en denkt en voelt. En we moeten daar de volgende weken en maanden echt aan werken om allemaal samen uh, nee te zeggen... Tegen deze ja, dwaze regering daarom, en dwaze agenda die wordt uitgerold. Daarom dat ook de moslimgemeenschap uh, uh, zich weinig of zelden verbindt met, uh, in demonstraties, uh, gelijk de betogingen, omdat er ook trolls bij ons zitten en die dan uh, doorgeven van hey, het is extreem rechts en dit en geen niet vertrouwen, uh, ze pakken iedereen op, het gaat uit de hand lopen. Ja. En, uh, ja, dan komen ze niet. Dan ja. denken ze echt dat dat extreem rechts is. Terwijl dat, dat echt prachtmensen zijn. Die komen voor hun leven, voor iedereen, voor onze kinderen, ja. voor onze toekomst. En al wat tegen hun is, is extreem rechts. Klopt. Want daarom moet je ook vooral, denk ik, allez, je moet niks natuurlijk, maar ja. zou ik het aangenaam vinden, moest jij ook blijven doen wat je doet? Nee, blijven ik, blijf spreken, doen. ik ga niet meer stoppen. En, en zoveel mogelijk ook blijven verbinden, uh, zodat we ook. Ja, geweld kunnen vermijden. Alles behalve geweld. Dat ja. heb ik altijd van ja. dag één. Ik heb niks aan geweld. Ja. Ja. En als er chaos komen, heeft niemand niet meer controle. Ja, want dat en willen dat ze dan juist ook ja. ook niet. Ja. over de uit. Ja, chaos. Daar mogen dus, we zeker niet in trappen. Want ja. ja. dan gaan ze iedereen gewoon neer, uh... voilà. Nee, nee. niet doen. Nee, super, Sammy, want we zijn al even bedankt. bezig. Uh, maar ik ben... nee, jij bent bedankt om tot hier te Graag. komen. Uh, en we gaan de volgende dagen en week wel een keer verder brainstormen zeker. over acties die we samen kunnen, kunnen doen. doen. Merci Samir. Hartelijk bedankt. <laughs> en ook uh, jullie beste kijkers en of luisteraars, dank wel om weer te kijken. Ik heb enorm van dit gesprek genoten. Ik hoop jullie ook. Um, vergeet zeker deze aflevering geen like te geven. Hè. Sinds vrij recent zitten we op een nieuw YouTube-kanaal. Dat is allemaal niet zo aangenaam. Um, om altijd de laatste aflevering, of de juiste aflevering te vinden, sorry, kan je beter gaan naar onze website www.compleetdenkers.be En vergeet niet overal te abonneren. Uh, en zeker ook te delen met jullie omgeving. Want hoe meer mensen bewust worden van de agenda die speelt, hoe sneller we uit deze waanzin kunnen verlost geraken. Dank u wel en heel graag tot een volgende keer.